Nou, we hebben een goed voorbereide herinspectie gedaan bij deze fokken. Aanleiding voor deze herinspectie is een eerdere inspectie in juni van dit jaar. Daar hebben inspecteurs van ons overtredingen geconstateerd met betrekking tot dierenwelzijn. Veel te veel honden in een hok, vieze hokken, honden met gebitsproblemen. En tijdens deze herinspectie hebben we opnieuw gecontroleerd of zaken verbeterd zijn. Nou, helaas was dit niet het geval. Onze inspecteurs hebben eigenlijk dezelfde overtredingen vastgesteld als ook in juni. Deze fokker heeft echt voldoende tijd gekregen om zaken te herstellen. Heeft hij dus niet gedaan. We hebben opnieuw honden aangetroffen met gebitsproblemen, maar ook honden met schurft. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om de honden die er het slechtst aan toe zijn, dus de echte medische zorg nodig hebben, om die in bewaring mee te nemen. Ik snap heel goed dat het onbegrijpelijk kan overkomen dat we niet alle honden meenemen. Het eerlijke verhaal is dat we ons moeten houden aan wet en regelgeving, dus dat we niet alle honden kunnen meenemen. In de tussentijd blijven we de situatie natuurlijk bij deze fokker in de gaten houden en grijpen ook in op het moment dat er aanleiding voor is.